Goedendag, mijn naam is Aardman. Kijk in de quotiëntregel bij afleiding. Wordt gebruikt bij breuken of bij rationale functie. Hier afleiden van een quotiënt en van iets gegeven afleiden. Hoe doen we dat? Wel, dat betekent in feite dat je eerst de afleiding neemt van de teller, ja, maal de noemer. Dus de afleiding van de teller maal de noemer, min de teller maal de afleiding van de noemer, gedeeld door de noemer in kwadraat. Ja? Dus de afleiding van de teller maal de noemer, min de teller afleiding van de noemer, gedeeld door de noemer in kwadraat. Dat is een formule die je moet kennen. Want hier is bijvoorbeeld 1 kwadraat plus 2 min 1 gedeeld door 3 min 2 afleiden. Ja? Uw teller is hier, f van x is de bovenste, x kwadraat plus 2 min 1, noemer is 3 min 2. Dat betekent eerst afleiden van de teller, dus x kwadraat plus 2x min 1 afleiden. Vermenigvuldigen met de noemer, dus maal 3x min 2. Dan schrijf je een min op, loopt geen plus, let op een min. Dus min, de eerste functie, x teller, x kwadraat plus 2x plus 1. Afleiden van de noemer, dus 3x min 2. En dan dit alles gedeeld door de noemer in het kwadraat. Noemer was 3x min 2, dus 3x min 2 in het kwadraat. Meestal werken we de noemer niet uit, laten we zo staan in het kwadraat, maar we werken het teller uit. Dit hier uitwerken, dit afleiding wordt 2x plus 2. Onthoud, afleiding van x de macht n is nx min 1. Dit is 2x plus 2 maal 3x min 2 min, krijg je x kwadraat plus 2x plus 1 blijft staan. Maar de afleiding van de noemer is dan gewoon maal 3. Dus hier maal 3. En dat delen we door 3x min 2 kwadraat. Ja, onthoud, we gaan de noemer niet uitwerken, laat die gewoon staan. Nu dan gaan we hier de teller uitwerken, haakjes uitwerken, dit is de resultaat. Dan krijg je hier 2x maal 3x wordt 6x kwadraat. Ja, dan krijg je 2x min 6x wordt min plus 4x. Ja, plus 2x min 4. En hier krijg je gewoon met 3 min 3 kwadraat. Plus 6x min 3, gedeeld door 3x min 2 kwadraat. Dan gaan we uitwerken. Dan krijg je 6x kwadraat min 3 kwadraat wordt 3 kwadraat. Je krijgt 2x min 6x wordt min 4x. Je krijgt hier dat getal hier, min 7 gedeeld door 3x min 2 kwadraat. Dat is de quotiëntregel bij afgeleiden. Ja? De formule die erboven staat. Dus afleiden van teller maar een noemer min de teller afleiden van een noemer, gedeeld door de noemer in kwadraat. Okay. Nu, het tweede voorbeeld hier. 3x min 2 gedeeld door 4x min 2 afleiden. Dus dit is opnieuw een breuk, een quotiënt. Dat betekent, afleiden van de teller is 3x min 2 afleiden. Ja, maal de noemer, 4x min 2. Dan schrijf je een min op. Min de teller, 3x min 2, maal de afleiden van de noemer, maal 4x min 2 afleiden, gedeeld door de noemer kwadraat, 4x min 2 in kwadraat. 3x min 2 afleiden wordt gewoon 3. Dan krijg je 3 keer 4x min 2. Dan heb je min 2. Die krijg je dan. Dit wordt 4 keer 3x min 2. Gedeeld door de noemer. Dus 4x min 2 in kwadraat. Ja. Dus uiteraard krijg je hier 12x plus 9. Plus 6, sorry. Min 6. En dan krijg je hier min 12x plus 8. Gedeeld door 4x min 2 in kwadraat. Dan merk je in dit geval de 12x vallen weg. Ja, die vallen weg. Nou, weer over. Min 8. Dus 2 keer gedeeld door 4x min 2 in kwadraat. Dat is dus de quotiëntregel bij afleiden. Ja, afleiden van teller maal de noemer min teller afleiden van de noemer gedeeld door een noemer in kwadraat. Ja, dus de quotiëntregel bij afleiden gebruik je breuken en bij deling. Dus formulier dat. Dankjewel. Bye bye.